Oh, goedemorgen. Het is zondag en het is best vroeg. 9:10. Ja. Ik kon niet meer slapen. Ik kon niet meer liggen. Dus ga ik er maar uit. Dus, tijd voor medicijnen. En dan ga ik even kijken wat ik kan doen alvast. We mogen weer fijn gaan krabben. Nou ja, Nio. Ik vlog ook weer eens een keer voor het eerst. Iedereen gaat denken, zo, sinds wanneer vlog jij weer? Ja, sinds wanneer vlog ik weer. Wij gingen natuurlijk wat ophalen. Ik weet niet of zij het al heeft verteld. Maar, kijk. Dit is een beker. Dit is een beker. Dat zet je daarop. Dan doe je er allemaal fruit in. Dat ga je dan mixen. En dan kan je dit eraf halen. En dan heb je gelijk een beker. Hoe leuk is dat? En dan hebben we ook nog een soort van een kist. Die is van mij. Die vond ik weer leuk. En, dat is een aardig vrouwtje toe. Ja. Dus we zijn weer happy. Bye. En we gaan lunchen. We zijn weer home alone. Het is 5:03. Ras speelt buiten. Nio is naar mijn vriendinnetje toe. En Ron zegt net ook, ga Pokémon vangen. Lul. Dus. Die is dat nu even aan het doen. Fles vullen. Maar goed, ik ga het zo aan mijn eten beginnen. Oh, stonken. En dan... Dus in die situatie we eten allemaal verschillend. Ron eet macaroni met aardappelkip die ik op oven had. De meiden eten gebakken krieltjes met worst. En ik eet sla met een tataartje. Of hetzelfde lot geldt voor de twingel. En pompoen uit de oven, geroosterd. Ik heb pompoenblokjes gehaald bij de Albert Heijn. Ik had echt geen zin om zelf een pompoen te slachten. Het is elke keer een drama. Dus ik denk, hou maar kant en kluis, die ga ik zo even marineren en dan ben ik nog even mee bezig met alles. Dat is altijd leuk als iedereen wat anders eet, ik word er helemaal geschrift van. Dus chop chop, even de huismus uithangen. Ik nam ook weer bij de toko mee, nou, die kennen we allemaal wel. Maar dit is gewoon echt een fucking Twix met peanut butter. Ben benieuwd. En ik heb een pompoenblokjes gemarineerd, die kunnen er lekker de oven in. Benieuwd weer. Ik heb het al eerder gegeten, maar het is altijd een verrassing of ik er wel trek in heb. En anders kan ik nog krieltjes met de meiden mee eten. Dus. Koffie en werken. Het is bij 6:30 of zo. Ja, bij 6:30. Ik ga lekker douchen. Ik wilde mijn haar nog verven, maar dat doe ik morgen wel. Ik word echt grijs. Ouder worden is gewoon fucked up. Je krijgt rimpels, je wordt grijs, bla 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 bla. Maar goed, ik blijf mijn kopje nog gebruiken als een Mogol van 20 of zo. Dus, maar goed, ik ga het vlogje afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je nog niet geabonneerd bent, ergens op mijn kop klikken. En ik zie jullie volgende week. Ja, bedankt voor het kijken. Doei!